oom Bastiaan, hij woont in de hemel Milaan. Hij heeft een redelijk goede baan en zo op het oog een mooi bestaan. Maar nee, mijn oom is niet tevreden. Oom Bastiaan, hij is getrouwd met tante Sjaan en het is altijd goed gegaan. Nooit mokken, giften, schelden, slaan, maar ach, voldaan is hij geen dag. Hoe zit dat met oom Bastiaan? Wat zou hem zo ter nederslaan? Ik vroeg het hem en hij zei, meid, ik hoor niet tot een minderheid. Ik ben geen neger, geen Chinees, geen homofiel zoals Nips is, geen hippie en geen Indiaan, dus al het kwaad heb ik gedaan. Oom Bastiaan, hij voelde zich met schuld belaan. En dikwijls zei mijn tante Sjaan, kom niet zo dobben, Bastiaan. Edoch, mijn oom niet op de toog. En als hij televisie keek, dan was hij altijd dodelijk bleek. Dan zei hij, dat heb ik gedaan. Het is niet waar, zei tante Sjaan. Ach jij, hoe kom je daar nou bij? Jawel, zei oom, ik ben het bloerd. Ik heb de wereld mooi gemoerd. Ik ben de grootste schoft op aard. Was ik maar jong of hoog bejaard. Ik ben geen Jood, geen Arabier en ook geen katholieke Ier. En nooit vertrapt en nooit verdrukt. Waarom is mij dat nooit gelukt? Oom Bastiaan, hij zei laatst tegen tante Sjaan, ik ben toch zo jaloers op jou. Jij wordt verdrukt, jij bent een vrouw. Oh God, wat een begeerlijk lot. Zeg, meen je dat, zei tante Sjaan. Ze keek hem even peinzend aan. En toen zei tante Sjaantje, hey, ik heb geloof ik een idee. Joegij, de zorgen zijn voorbij. Oom Bastiaan, hij is naar het buitenland gegaan. Daar heeft een dokter iets gedaan. Het heeft nog in de krant gestaan. En nu is hij, of liever zij, een ander mens, wat is ze blij. Want ze hoort nu sinds korte tijd tot een verdrukte minderheid. Jawel, ze hoort er zelfs tot twee, dat viel natuurlijk dubbel mee. Ze sloeg twee vliegen in één klap, is dat niet mooi, is dat niet knap? En nimmer heeft ze meer getopt, nu zij tweevoudig is verschopt. Ik zeg maar zo gelukkig maar, want ze zijn zo'n gelukkig paar. De droom van iedere lesbienne, mijn tante Sjaan. Mijn tante Sjaan, mijn tante Sjaan.